assistance systeem wat dat doet. Als jij helemaal bij nieuwere vrachtwagens, Yuri, ik ga je dit vertellen. Als je hier ooit misbruik van maakt, dan hangen alle vrachtwagenchauffeurs die trappen een deuk in je auto. Dus zijn aardig wat ja, deuken. Moet ze doen. Nee, even wat zoals grapje. Hè? Als jij te dicht, ja, binnen 2 meter voor een. Dus hè, vanaf de kentekenplaats van de vrachtwagen 2 meter bij nieuwe vrachtwagens met hetzelfde systeem lang zet hij die vrachtwagen compleet stil. Die chauffeur kan niks doen daaraan. Dat is het nieuwe veiligheidssysteem. We gaan trouwens naar Pussio. Waar is Pussio? Dat is security area, denk ik. Maar ja, kijk, Jorin, dat is bij jou gebeurd. Maar ja, dat is op dat moment die chauffeur, weet je. En datzelfde, dat je alle golfrijders zijn Marokkanen. Ja, dat is ook niet zo, weet je. Dus je hebt goeie ertussen en je hebt ook Mongolen ertussen. Maar het zijn ook voornamelijk ook de witte platen die er wat van kennen. Wat een kanker, zo is dit zo. Weet je, gaan we daar maar. Nu zit er ook vrachtwagenchauffeurs niet gewoon normaal doen. Ik heb al regelmatig meegemaakt dat ik gewoon letterlijk op de linkerbaan rijd en dan een vrachtwagen je gewoon van de weg afdruk. Ja, dat heb ik daarna afrijd. Of dat ze opeens gaan slingeren, dat ze bijna tegen je aanrijden. Dan weet ik niet wat voor snelheden jullie rijden, maten. Want de 10 Hollandse vrachtwagens gaan niet harder dan 90, omdat die hele vrachtwagen dan door de ILMT in beslag wordt genomen. Dat denk je? Nee, dat is zo. Dat weet ik wel zeker van niet. Serieus eens checken hoe een vrachtwagen werkt. Vraag maar eens aan Remy hoe hij die vrachtwagen van Bern rijdt. Dat ding rijdt gewoon 110, 120 hoor. Ja, maar dat mag niet. Kom in de achter. Nee, maar dat doet hij wel. Ja, maar dan heb en dan houdt hij het kwartier vol. Over een hele oude, dan heb hij nog een tacho met een draaischijf erin. Anders kun je dat niet doen. Nou, als hij langer, als een kwartier zo hard rijdt, dan gaat zijn tacho het pas registreren. Ja, dat is dus hij kan het maar een kwartier, 10 minuten kan hij het doen. Maar er zijn dus zat ja, ik heb ook een custom, man. Maar dan sowieso, wat heeft een vrachtwagen op de linkerbaan te zoeken in de spits? Ja, in de spits niet, maar gewoon overdag, zeg maar. Hallo, ik kan me daar nou niet echt een goede reden bij vinden. Til, ben jij nou ben jij serieus? Er komt er eentje aan via deze kant, man. Wel, dat ik bang ben. Ja, er lopen daar 2 man waar ik op aan het schieten ben. En wat doe jij? Gewoon rustig jumpen. Ah, met een pistool. Ja, ik stond eentje, de andere dacht ik nog niet eens. Ik heb de andere dacht van mij weg, achter een steen. Lekker, ik heb alleen 5 kogels op hem geschoten en toen was kop. Dus die andere ook dood? Waren er 2 nee, toch? Nee, er zijn er 2. Ja, er zijn 2. Nog bij het huisje. Geef me nou eens een wapen. Tuurlijk, schiet jou 3 keer headshot en je krijgt geen hit. Komt ie. Ja. Zijn er 2, hè? Ja, weet ik. Ik doe dat zelf. Ze lopen achter het huis langs. Hij komt eraan, hij komt eraan. Kankerzooi! Ik wist dat hij daar kwam! Waarom is hij zo kankersnel? Hoe dan, jongen, hè? Ik kijk nog om die fucking kankerradar. Rechts van je, links, daar komt ie! Hij loopt hier achter, denk ik, in het huisje of zo, ik weet niet, man. Ik hoor de voetstappen. Komt ie. Hij raakt maar 1 kogel, ik ben down, hè. Hij raakt mij ook, ja, maar... Hij raakt maar 1 kogel. Ik vind dat je net door 3-5 maakt. Ja, maar dat gaat toch nergens. Dylan, wat ben je aan het doen met die helikopter? Ja, Dylan is al 3 keer gesponnen. 3 keer gaat hij dood. Dat jumpt elke keer tussen die enemies. Waarom gaat hij niet dood? Ja, omdat je tegen de pijlen vliegt. In plaats van dat je eruit springt, maar ik moet niet weten. Jongen, we moeten deze fucking battle hier gewoon winnen. Wat is dit? Ja, ik zie 6 keer met mijn neus leg ik tegen dat mannetje aan. Hij krijgt niet eens een hit. Remy, ga je mij toch hier 5 maken? Blijf liggen. Ja, tuurlijk, ik ben hier iedereen nou bezig aan het houden. Doodmaken. Pak alleen maar wapens op ook, hè. Dat is echt mooi. Doe je ook niet veilig, pak allemaal wapens op. Ja, dat is. Weet je, dan wil ik een ander wapen pakken, pak ik een ander pistool. Ik heb geen ammo meer. Hij komt. Nee, dat.
Mag ik nou het spawn op het mapje? Even de kruimel. Zit hier denk gelijk links in de richting dat ze via die andere kant komen. Ja, ik word wel goed schreden. Kom eraan, hoor. Auw! Ah joh, hoe kan dat dan joh? Nog één bij het huisje. Heb je hem? Gaat ze wacht doorheen? Hij loopt hier. Achter de muur. Tuurlijk. Hij schiet 3 keer uit mijn down, ik schiet 20 keer. Komt-ie. Heb je wapens? Enemy UAV active. Ik heb alleen geen ammo. Hij loopt hier precies achter de muur nog. Remy. Ik ga mijn loadout proberen te halen. Laat mij. Overkant huisje. Hij zit daar in het raam, let op. Ja, hier achter de muur ook. Oranje, wie is Oranje? Lor, hij zit daar achter het huis hier in het raam. Ja, ik weet het. Hij zit hierin. Hier een huis zit er ook in. Hier is leeg. Revive. Tuurlijk, jij weet precies waar ik zit. Ik heb eentje down, eentje down. Waarom kan ik niet reviven? Waar is hij? Komt erin. Gast loopt die loading ding binnen. Sniper! Kom terug, jongen, kom terug. Kom ja, terug, ja, kom ja, terug, kom terug. Ik hou die deur. Echt herladen, jongen. Hoe dan? Hij schiet mij dwars door de muur heen! Even op letten erin. Ja. Doe ik shields pakken. Hij staat boven. Normaal jongen. Normaal man. De flash doet kanker lang jongen. Wanneer ik iemand flash doet echt 5. Fuck. Tering secondes. Bij mij doet 5 tering uur. Doe normaal hoor. Nou, dan moet ik mijn setje om mijn wapens te halen. Komt ie. Kom terug hoor. Zit eentje bij jou, Remy? Ja. Hij staat voor die deur nu. Hij komt nu naar binnen. Tuurlijk, elke keer in mijn fucking rug. Kut, sorry. Oh, lekker. Ik weet niet wie het was. Oh, enemies. Liggen jullie safe of niet? Nee, ik heb geen ammo, man. Ik kan nog niet eens 10 seconden op de grond blijven. Het is voor mij nog nooit zo druk geweest. Allemaal bij jou aan de andere kant. Zeg maar precies aan de achterkant van die muur, Juri. Laat ze maar komen. Huppatee. Of dieven. Er waren 2 claymores. Nog één. Teamwipe. Lekker. Doe het even. Of niet. Die pakt naar die sniper weg. Oh, die heb ik gepakt, sorry. Ja, dan maar. Oh, hier, pak maar. Alle vier. Sniper rifle. Ah, nee. Pak die sniper dan. Zie niet. Oh, daar. Ja, dan ben je net te laat. Nee. Kut. Heb iemand ammo? Ja. Nee, wij hebben ook zelf geen ammo. Oh, kom maar, ik heb mijn kist. Wacht, kom maar naar jullie. Blijf in dat huisje dan.
We hebben gewoon de hele zone hier gezeten. Ja, lekker boys. Ik ga snel even claimers daar vooraan plaatsen. Of hier achter. Nee, hier achter. Hier zo. Ah, ja hoor. Hier zo. Sniper. Ja. Sniper down. Ja, je moet hem killen. Ja, hem ook nog, ook ja dus we gaan niet door een raam, maat. Enemy UAV active. Enemy dropping into the AO. Enemy dropping into the AO. Ja. Achter jullie. En down. Netjes. Meter recht voor. Laat hem maar lekker uitbloeden daar zo. Rechts van jou twee man Dylan. Hij ligt beneden. Kom maar, anders kunnen ze respawnen. Achter ons, achter ons. Sniper leeft gewoon weer. Ja, ik weet niet hoe. Ja, omdat hij niet gefinst is. Ik heb daar boven een claymore en beneden een claymore liggen, Rick. Dat is mooi, heel mooi. Dat is mooi. Dat is mooi. Kijk, ze moeten hier toch langs. Dan krijg je in ieder geval damage. Vijf mensen. Het is 4 tegen 1. 3 tegen 2. 3 tegen 2. Ik kan mij terugkopen. Ik kan jou zo terug. Ik heb niet genoeg geld, alleen Remy. Maar als je. Dan moet Remy nu sprinten. Claymore af! Boven! Ja hoor! Lekker! Ik zag hem al lopen, maar ik wachtte even, want het was hij uit 1. Dit is lang geleden. Nee joh, gisteren nog op Reboot. Ja, met z'n allen. Ja, met z'n allen wel lang geleden. Maar ja, kijk even wie dat weer hebben gefixt hier over hem. Ik had die sniper trouwens, of in ieder geval die maat van die sniper had ik alsnog, die liep op die muur. Tja, altijd zelfs pakken aan de motor, nooit een druk is. Hem herkennen ze al aan zijn pakje. Ik heb gewoon een award voor Call of Duty moeten krijgen dat ik deze kan het langst van de hele wereld aan heb staan. Kijk eens, naar die kills jongens! Kijk eens naar die kills! God. Hallo, we hebben twee keer hetzelfde team onderhand. Ja, vooral in dat huis zie. Daarom. Vond het wel mooi. Ik zie die claymore liggen, ik had geen wapens meer. Alles was op, dus ik pak die claymore, plaats die claymore bij de raam, bij die deur. Ik denk, nou, laat ze maar komen. Komen twee mannen aan, boom, boom. Eén down. En we finishen ze allebei al. Ja, die andere schoot jij volgens mij. Ja, maar die andere was door jouw claymore down. Ja, ik had er een paar die wel down, maar die kwamen weer omhoog. Ja, ik stond boven die toren. Ik had twee man down geschoten met mijn pistool. Zodat jullie de tijd kregen, maar... Nou jongens, even roken, plassen, zeiken, schijten.